laatste vlog is voor dit jaar. Want ik zeg gisteren de laatste, maar het moet de laatste zijn. Want morgen begin ik met de kerstvlogs. Dus dat. Ik maak nog even snel mijn ontbijt. En dan pak ik mijn tas en mijn leunspullen. En dan kan ik ook even chillen, zeg maar, voor nu. Dus ik moet tot 3:30 werken. Vandaag van 10 tot 3:30. Dus dat is best wel lang. Maar goed, ik zie jullie. Net even gedoucht. Ik ben net al ongeveer 20 minuten al thuis. Maar mijn band is lek, dus ik moest lopen een stuk. Dus dat eigenlijk. Maar ik hoop echt dat het nog gefixt kan worden. Want anders heb ik een probleem, want de fietsenwinkels zijn allemaal dicht. En ik kan nergens een andere band halen. Dus ik hoop echt dat het gefixt is. Maar ik denk het niet, want hij is echt zo plat als een dubbeltje. En ik weet ook niet waar ik doorheen gereden ben, want ik heb het niet gemerkt. Ik heb het ook niet gehoord. Dus ik ben zeer benieuwd. En ik heb het adventkalender chocolaatje vandaag aan mijn zusje gegeven. En nu ga ik chillen. Dus dat. Ja. Hey jongens, voordat ik de vlog wil afsluiten, wil ik jullie eventjes mijn kerstcadeau laten zien die ik van de maker mocht uitkiezen. En dat is het kookboek van Jimmy Oliver Gordon Veg. Het is een kookboek met 116 vegetarische recepten. En hij is super mooi en hij ruikt super lekker. Want nieuwe boeken ruiken eigenlijk altijd lekker. En ja, dat eigenlijk. Dus ik ben er super blij mee. En gisteren is er ook nog een ander pakketje binnengekomen. Maar die ga ik niet, ja, cd van LP, die is eind binnen. Dus ik ben super blij mee. En er komt binnenkort nog een cd binnen. Ik heb besteld van Aurora. Maar goed, ik wil graag jullie bedanken voor het kijken van mijn vlogmas. En ook voor deze vlogmas. En ik zie jullie morgen met mijn eerste kerstvlog. Of laat anders eventjes weten of jullie één vlog van willen. Of over 3 dagen verdeeld. Laat het eventjes weten. En dat was het. Ik wil jullie bedanken en tot de volgende.